Wat je doet, als je hebt. Ja? Hey! Yo, dag jongens, een hele goede morgen. Mijn naam is Bas, als je me nog niet kent. Ik doe heel vaak koprollen en zo. En dat is ook weer het plan voor vandaag. Ik ga zo meteen met Mees, Rutger, Enzo en Lars even wat leuke dingen doen. Maar eerst wil ik jullie iets laten zien. En de mensen die van de auto's houden, die weten waarschijnlijk wel wat dit is. En dat je dit eigenlijk echt niet moet hebben. En dat niet omdat het illegaal is, maar omdat het eigenlijk gewoon heel sukkelig is. Het is een beetje hetzelfde als zeg maar een Supreme trui kopen. Alleen dan een hele neppe. Je hebt namelijk door dat hij nep is. Iedereen ziet dat hij nep is. En dat weet je zelf ook. Dat is dit een beetje onder de auto's. Als jij een hele vette auto hebt en een beetje een raceauto, dan hoor je vaak zo. Turbogeluid heet dat. En dit maakt dat na. En een vriend van mij die zei, als je dat ooit koopt, dan ben je vriend niet meer. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb dit gekocht. Ik heb geen idee hoe het werkt, maar ik ga even uitproberen wat het doet en of het iets doet. Maar eerst eventjes schoenen uitkiezen. Wat zou ik vandaag gaan dragen, jongen? Mijn schoenenverslaving loopt echt uit de hand. Maar schoenen zijn zo mooi! Ik heb deze laatst gekocht. Kijk hoe dik deze zijn, gek. Ja, het is nu bij mijn outfit alleen heel lelijk, maar... Die laten we lekker voor wat het is. Een broek met streepjes aan. Schoenen met streepjes, het is. Schoenen aan, laten we gaan. Voordat we het autoding gaan testen, ga ik eerst naar mijn matties toe. Want ik zou er om 11 uur zijn en als ik nu op de navigatie kijk, kom ik om precies te zijn om 11:42 aan. Ik ben veel te laat. En hier heb ik mijn auto staan en hier staat die van Lars. En dat zie je hierdoor. Hij heeft gewoon serieus een sticker van zijn eigen trampolinepark op zijn auto gedaan. Rutger komt mij zo meteen hier ophalen, omdat ik niet weet waar ik heen moet. Dus ondertussen gaan we even dat autoding testen. En die heb ik als het goed is hier ergens liggen. En hier heb je mijn uitlaat en volgens mij moet je het er dan als het ware zo inschroeven. Dat klinkt leuk. Proost! Zo denk ik dat dit goed zou moeten zijn, denk ik. Nou, nu zie je ook weer hoe vies auto's zijn. Ja. Het enige lastige is dat ik in de auto zit en dus niet merk of het iets doet, als het ware. Rutger zegt, nou, ik ben niet binnen 3 minuten. Nou, die kerel is er nog steeds niet en ik ben al 10 minuten aan het wachten. Dus ik ga even heel hard hier optrekken, kijken hoeveel stof ik kan maken. Nu eens even op mijn voorbanden letten. Dat maakt alleen maar heel veel stof. Het doet helemaal niks. Kan mijn auto ook gelijk door de wasstraat rijden? Kijk dit. Oh, hey, wat staat hier nou? Oh, wat gek. En ja, ik weet dat het heel slecht is om op je auto te tekenen als er zand op zit. Want dan krijg je een krasje in je auto. Alles voor de like. Like even. Hallo? Hallo? Doei. Deze kerel heeft al een gaatje gegraafd. Gaatje. Het is echt een super groot gat en we zijn er gewoon 3 kwartier mee bezig geweest. Ja, dat heb ik de vorige keer ook gedaan. Ja, nou nu ook weer, hè, ja. En dit is dus mijn hoofd op Lars' been. En nu heeft hij mijn mentale leeftijd erbij getrokken. Ja, jij bent beter in dubbel fools eigenlijk? Ja, dubbel fools inderdaad. Oké, maar dan ga jij dubbel kort doen en doe ik dubbel fools, want ik kan geen dubbel fools. Doen we! Hé, je deed hem wel. Hey. Het was een soort van dubbel kork. Ja, nou je deed hem gewoon. Je landde wel bijna op een dennenappel. Die ga ik even weghalen. Nou, dat was wel nice. Dat was mijn eerste trick van vandaag en ik snapte helemaal niet waar ik was. Ja. Ja, laat ik dan even een dubbel full doen, want dat kan ik wel, denk ik. Hoppakee, easy. Mees, jij nu dubbel op je bek? Dat kan ik niet. Op je neus dan? Dat kan ik wel. Gast, zo makkelijk. Bam. Jongens, ik zou even een trucje laten zien en dit heb ik ooit gedaan. Ik weet nog steeds niet precies hoe het heet. Laat me even in de comments weten hoe ik deze trick zou moeten noemen, want ik heb er nooit echt een echte naam voor gekregen. Pew! Ik denk dat het wel echt een cleaner was, man. Ja, dat is wel leuk, maar ik land niet helemaal. Boom! Dit was best goed. Laat me even in de comments weten hoe moet ik deze trick noemen. En moet ik een keer een tutorial erover maken om jullie het ook te leren. Oh, en trouwens, we hebben onze broek uitgedaan, want het is een beetje warm. En deze broeken komen er binnenkort aan. Over een maandje ongeveer komen ze online. De gainer, kennen jullie waarschijnlijk allemaal wel, dat is dit. Ik wil dat nu vanaf hier doen. Alleen met een hele schroef erin.
Ik heb het ooit maar van zo hoog gedaan, het ging net op mijn bek. Dus dit is zo hoog, dus het komt goed. Hey! Holy shit, gek. Die was clean hoor! Die was lekker! Nu ja, Rut! Ha, gain a fool. Nee, doe een gain. Ik doe een fool. Ha, gain a fool. Oké, nog een keer. Nog een keer. Ik haat gainers. Oh. Hey! Die was wel die lager, is maar... lekker, man. Oh, als hij dan klapt, gek. Ja, dan heb je wacht met een kleine kabal, zou ik. Ja, echt vast. Hey! Lijst, die is wel, dit was wel sick. Hey. Hey, eerst sprongetje. Nice. Oh, dat is best makkelijk. Oh, oh shit! Yeah. Okay. Oh. Klein puntje van kritiek. Ik ben de zwaarste van jullie allemaal, dus sorry alvast als ik hem sloop. Ho, dat is heel eng. Wacht even snel opnieuw. Wow! Als ik die had ingezet, denk ik dat ik dood ging. Maar dan kan je wel makkelijk dubbel back uit, dus dit gaat werken, top. Ja, mee, zullen we gewoon even een dubbel backje doen? Ja, ik doe mee. We gaan allemaal dubbel back doen. Lars, doe je ook mee? Sowieso. Allemaal dus. Mag ik eerst één setje doen? Ja, allemaal één setje, gewoon eventjes en daarna doen we hem. Heb jij nou echt een connectie, zeg maar, dat je het onderling voelt? Ja, kijk, ik kan even trouwens, zelfs op één been. Oké, go. Oh, nou, kom maar. Dat was echt veel te laag. Oh. Je ging heel ver naar achter. Ja, het was heel raar, want ik voelde die bal dus er maar uitglijden terwijl ik afzette. Oeh, ik wilde echt gewoon vanwege openen. Dus dat is het enige wat ik niet mag doen vandaag. Ah! Nee, okay, sorry, ik kijk, oké, gevoel. Let op. Ja, hij rolt. De bal is even opnieuw ingegraven. En nu gaat Lars hem wel in één keer doen. Ja. Zeker. En Mees niet, blijkbaar. Ja. Oh! Yes! Op je gezicht, yes! Appie, maar lekker. Oh, dat was zo eng. Dat was ook echt een kutbox, even een goeie. Sorry, het was zo eng, maar ik heb hem wel gedaan. Easy. Oh, ik zei het toch. Net rennen we het aan en dan moet je eigenlijk echt hier afzetten. Wil je niet, zeg maar, naar Amerika vliegen? Dus ik ga gewoon uit stand, weer opspringen en gaan. Ja, wat je doet, gewoon zo. Ja. En dan door. Die kan ik ook. Oh, die kan jij ook. Nu komt het. Oké. Was dat? Waarom heb je die niet? Nee. Ik doe niks meer vandaag. Ligt het lijkt zo. Hier was ik gewoon zelfverzekerd over. Hè? Ja. Dit kan ik. Ik dacht, dit ziet er zo simpel uit. I got this. Je zit al de hele tijd te lachen, maar nog niet zo hard als nu, zeg maar. Ja. Hé, mijn hengel ligt achter in de auto. Zullen we even gaan vissen? Je hebt echt een vissersheet te pakken. Ja. Nu ik Enzo heb gezien, denk ik van misschien moet ik het niet doen. Maar... het is motivatie. Het is motivatie, jongen. Top. Voor even mijn vormgeving moet je dus een bal uit erop doen en weer verder. Ja. Of niet. Ja, je moet heel erg hier erin. Dus wat ik vond die van mij beter. Ja. Ik ging echt al in. Kom op, Lars. Ja, sorry, we krijgen nu een soort van werkwoord. Ik wou mezelf al volledig Enzo knollen in het zand, zeg maar. Oh! Wow! Het was wel nog maar net begonnen met corks vandaag. Ja? Dus we eindigen met corks vandaag. Kijken of we zo dubbel kork in de zijkant kunnen. Aber natuurlijk, mijn vriend. Ah, het viel mee. Oh. Ja hoor. Lekker snotje in de lucht. Ja. Nou, hier staat mijn mooie auto. Dat is een mening. Deze Tesla is van Niels. En die is nieuw. Ik heb even twee frikandelletjes gehaald en dan kan ik lekker in je Tesla kotsen zo. Mag dat op YouTube? Ja, dat mag op YouTube. Ik weet het niet, man, welke ik liever zou rijden. Tot je erin zit. Huh? Tot je erin zit. Ja, ik ga eerst mijn frikandelletje naast jou opeten en dan wil ik zo ook een stukje rijden. 3, 2, 1. Wow, dit is gek, jongen. En 100. Zo, maar het is wel snel, gek. Ja, je voelt echt bij het begin die druk ook. Maar toch mis ik het geluid. Ja, maar daar koop je een Tesla voor. Gast, wat de hek. Het is zo snel. Ik ben nu echt benieuwd hoe snel dit dan was. Maar jij bent wel heel dik, hè? Dan duurt het langer, toch? Oh, thanks, man. Staat je wel, hoor, zo je pakkie. Zo past hij er wel mooi bij, hè?
4,8 seconden naar de 100 heb jij. Ik dacht echt dat het veel sneller was. Jammer, grap. Terugbrengen, handel. Die hoeven we niet meer. Weet je wat vooral heel ziek is? Als je zeg maar 50 rijdt en je laat hem even los tot 30 en dan weer gas geeft. Dus dat je hem zeg maar, dat je afremt en dan weer gas. Dan heb je zeg maar extra dat. En dan nu weer gas. Ja, ik mis het geluid. Ik hoor volgens mij als het hier op de Tesla klikken, zoiets. En zo, zo. Ja, daar is die. Dat weet ik ook gewoon, terwijl ik geen Tesla heb. Moet ik nou in gaan stappen? What the fuck, gast? Je zou, kijk, elke ochtend als hij uit een raam kijkt, dan zien ze gewoon zijn achterhoofd. Dat is ziek. Oh, nou, oké. What the fuck? Heel normaal. Ja. Daar zit Michel en hier hebben we eten. Wat dan? Wie gaat er vandaag het dikst worden? Dit is mijn rare combinatie, gamba's, aardappels, sperrips en een taco. Jij hebt ook een beetje een rare combinatie, dat is wel normaal. Jij hebt appelmoes, dus jij hebt het kindermenu. En jij hebt ook appelmoes, dus jij hebt ook het kindermenu. Met de fristies. Volgens mij heeft iedereen die bij een all-you-can-eat gaat eten, dat je gewoon de vaagste combinaties ooit eet. Zoals dat meest chocomel met rijst en taco's aan het eten is. Gadverdamme eigenlijk. Wij hebben heerlijk gegeten, heerlijk gesprongen. Heerlijk dagje gehad. Jullie ook, jongens? Heerlijk dag gehad. Ja. Mooi zo. Maar hier ga ik de video afsluiten. Vond je het leuk? Doe een duim omhoog. Voel je cheap naar de Kaksje Club. Subscribe dan even. En dan zie ik je volgende keer bij de volgende video. Later. Op YouTube. Nee, dat mag.